Renette Wakkie is vanmorgen toegelaten tot de Nationale Assemblée en beloofde meteen niet te zullen stilzitten totdat de grondenrechtenstrijd is gewonnen. De 51ste parlementariër zit er namens de politieke partij ABOP. De eerste assemblée is een metaal, maar nu, als er een metaal is, een eerste, maar nu, als er een metaal is, een eerste, maar nu, geachte voorzitter, alle leden van de Nationale Assemblée, alle aanwezigen, goedemiddag. Meneer de voorzitter, ik voel mij vandaag bijzonder vereerd om als eerste trio inheemse toegelaten te worden tot de Nationale Assemblée. Suriname schrijft vandaag geschiedenis. In het bijzonder de trio gemeenschap. Na meer dan 155 jaar bestaan van onze Nationale Assemblée komt er een kleine inheemse jongeman helemaal vanuit het zuiden op de grens met Brazilië uit het dorp Kwamalasamutu in uw geacht college. Een deel van de opening speech van Wakkie. Hij voerde het woord allereerst in zijn moedertaal het trio en ging daarna door in het Nederlands. Gekleed in zijn inheemse klederdracht en blootvoets deed hij zijn belofte tegenover DNA-voorzitter Marinus B. Met de toetreding van het lid Wakkie is het parlement weer voltallig. Volgens B fungeert Wakkie als de trots van de inheemsen in het algemeen. Maar meer nog onder de trio-gemeenschap. En zeer zeker niet zonder reden, want u bent de eerste trio-inheemse die vanuit het verre zuiden een plek in het hoogste college van staat zal innemen. Het stemt mij daarom als voorzitter tot grote voldoening dat met uw aantreden er een perfecte weerspiegeling is van de diversiteit in ons land. Kwamalasamutu is zich tezamen met de totale inheemse gemeenschap verzekerd van een stem die de noden onder hen als geen ander begrijpt. Ik twijfel er geen moment aan dat u op voortreffelijke wijze uw bijdrage zult leveren en zult timmeren aan de weg van het garant staan voor het volk en het behouden van de transparantie daarin. Derhalve verwacht ik dat uw stem zich vaker doet klinken in deze constellatie van volksvertegenwoordigers. Diverse fractieleiders hebben aangegeven dat het aantreden van het lid een historisch moment is in de geschiedenis van het parlement. Vicepresident en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zei het een goed teken te vinden dat er niet wordt gediscrimineerd in het hoogste college van staat. Dat een persoon helemaal uit Kwamalasamutu ook in ons midden mag zijn als DNA-lid. Ik wil van hieruit ook de familie van de geachte parlementariërs feliciteren. Alle kapiteins die zijn meegekomen wil ik ook feliciteren. Namens de regering wens ik uw geachte college heel veel succes toe met de aanwinst van een trio lid. Dank u wel. Renette Wakkie is de eerste trio parlementariër in het parlement. Wakkie, die afkomstig is uit Kwamalasamutu, Sipaliwini, komt in de plaats van Dinota Forswijk, die minister werd van Grondbeleid en Bosbeheer.